Een tegenvaller voor VVSB is dat ze topscorer Feliciano Tsuse niet kunnen opstellen. Geblesseerd. Trainde donderdag ook al niet mee. En dat is toch een aderlating. Scoorde namelijk 5 goals in de laatste 2 wedstrijden. Van der Wilde. Met het schot. Lichtelijke paniek daar achterin. Nog een kans. Arroyo. Uitstekende redding van Daan Huiskamp. Zo is de openingsfase voor VVSB. Langs de lijn veel mensen die eerder op die dag bij Noordwijk tegen AFC zaten. Dat zijn de echte liefhebbers. VVSB opent sterk. En ziet hier Tim de Rijk. Tim de Rijk, balletje aangeraakt. Moeilijke redding van de keeper. Maar het blijft 0-0. Een testcase, zo noemde trainer Erik Meijers deze wedstrijd. Tegen een hoog geklasseerde ploeg. Met de voorsprong voor VVSB. De perfecte voorzet is van Lloyd van der Wilde. En Tim de Rijk met het hoofd. Even hiervoor lukte het net niet. Nu met het hoofd wel raak. 20 minuten gespeeld. En de Noordwijker houdt ons op voorsprong. Overtreding, voordeelregel. Van der Wilde maakt een energieke, actieve indruk. Voorzet is goed, maar net niet goed genoeg. Fecunda zet voor. En weer is het penibel achterin daar bij DVS 33. Het is mooi om te zien dat VVSB niet onderdoet. Voor DVS dat toch hoger geclasseerd is. Moro met de vrije trap. Moro, bal onderweg aangeraakt. Oh, wat ongelukkig. Soufiane Moro. Ja, normaal gesproken gaat de vrije trap er vanaf die afstand niet in. Zeker niet bij Ruben Valk. Maar als hij dan onderweg wordt aangeraakt, dan is het zomaar 1-1. Kort voor rust. Met nog een mogelijkheid voor DVS 33. Nu loopt het met een sisser af. Omdat Pilon niet raak weet te schieten. 1-1 bij rust. De tweede helft. Met DVS. Roemenjon. Oh, mooie redding weer van Ruben Valk. Het is koud op de bank. Dekentje erbij. Lekker. Lastig. Kan VVSB profiteren? Nee, Huiskamp is een goede keeper. Dat laat hij andermaal zien. Stordig balverlies leidt de tegenaanval in. Wordt dit hem dan? Nee, weer Ruben Valk. Wat een uitstekende reflex. Normaal gesproken is Pilon herenmeester in dit soort situaties. Nu is Valk de baas. DVS, ja, het dringt aan. Het heeft de betere kansen. Het wordt wat beter. Van den Burg met vuilbrief. Van den Burg. Nee! Hoe is dit mogelijk? Je kan niet scoren vanaf die positie. Maar hij doet het wel. Hij maakt hem nooit meer. Dat is zeker. Het is 1-2. Een doelpunt dat letterlijk uit de lucht komt vallen. En nu moet VVSB weer. Van der Wilde. Daar is hij weer. Oh, El Ezzrouti, net in het veld. Ja, de beentjes nog niet warm, zullen we maar zeggen. 100% kans. Maar het blijft 1-2. Met VVSB dat aandringt. De Rijk, redding. Fecunda, nee. Het is een spervuur op de goal van Daan Huiskamp. Maar hij gaat er niet in. En dan is het altijd oppassen. Voor de tegenstoot, Roemenjon. En weer is het Ruben Valk die goed zijn werk doet. Gaat het nog lukken voor VVSB? Heel veel komt er over die linkerkant. El Ezzrouti kan er net niet bij. En dan is het gevaar geweken. Het scheelt centimetertjes. Mo El Ezzrouti. Ja, het is etenstijd. Lekker warm patatje. Op die koude Boekhorst. Uiterlo. Tussen 3 verdedigers. Even aan het shirtje getrokken. Uiterlo. Oh, nee, ja. Het is die oude voetbalwet. Dat als je zelf niet scoort, dat de tegenstander het dan doet. En dan kunnen we toch rustig stellen dat VVSB te weinig krijgt in deze wedstrijd. Ze verliezen
tegen de verhouding in met 3-1.